Ze zijn er weer, supporters in het Fortuna Sittard Stadion. Niet de bijna 13.000 die er normaal gesproken in mogen, maar iets minder dan 1.000 aanwezig vanavond. Het is niet eens uitverkocht, er mogen er 1.000 in, maar dit is natuurlijk niet een derby zoals die normaal gesproken beleven als tegen Roda en MVV. VVV, dat leeft toch net ietsjes minder. Evert Lindhorst legt het allemaal nog een keer uit aan de nieuwe Griekse spits, Georgios Yakoumakis. Je ziet hier nogmaals de 11 namen onder in beeld verschijnen die aan de aftrap staan voor VVV. Dit is topoverleg. Daar hebben ze al weken de tijd voor gehad om het te bespreken. Dus die Yakoumakis is natuurlijk wel ietsjes later gekomen bij VVV. Hij moet de doelpunten gaan verzorgen. En dat geldt voor hem in het shirt van Fortuna. Sebastian Polter, 29-jarige Duitser. Die de schoenen van onder meer Mark Diemers en Amadou Cis moet vullen. Vaantjes worden uitgewisseld. Dit een bekend gezicht in Limburg bij VVV en ook bij Fortuna. Roel Jansen. Voor de tweede keer in zijn carrière de overstap gemaakt van VVV naar Fortuna. Vorig jaar nog bijna wel vaste kracht bij de Venloenaar en nu dus weer bij Fortuna. Fortuna stond bij het stoppen van de competitie 16e. Smits, die zou het een keer kunnen proberen. Vanaf een meter of 27 is dit een heerlijke poging. Spat uiteen bovenop de lat. Wordt veel te laat lastig gevallen. Oh, wat een aardig visitekaartje geweest als die in de kruising was gevallen. Polter. Richting Teki. Rota. Ja, aan die rechterkant is ook een vacature ontstaan na het vertrek van Paslak. En Rota vult dat er heel behoorlijk in. Met aanvallende impulsen. Eerste serieuze poging van Fortuna. Goede voortlopende aanval. Rota laat zien wat hij moet doen. Goed combineren met Polter en Hansson. Dan krijgt hem alleen niet langs Kiersbaum. Paslak vulde die rol als rechtervleugelverdediger ook ongeveer op deze wijze in. Daar is Yakoumakis. Die wint het in de lucht van Rota. Maar kan die bal nu de juiste richting meegeven? Goeie voorzet ook. Naar Pagonik. Van Krooi. Net op tijd. Chris Koen. Smits. Nou, goed de ruimte gevonden bij Roemer. 1 tegen 1. Goede voorzet, maar niemand van VVV loopt er tegenaan. Dat had toch wel handig geweest als je een doelpunt wil maken. Lindhorst loopt er net niet tegenaan. Ook Yakoumakis en Van Krooi kwamen te laat. Rota. Overspeelt hier zijn hand. Lindhorst zit ertussen. Van Krooi. Post. Overtreding van de ene nummer 6 op de andere. En ook van de ene aanvoerder op de andere. Dat is geen onaardige bal. En Yakoumakis had hij toch wat meer mee kunnen doen. Niet gedekt. Kan vanaf een meter of 7 de bal niet tussen de palen krijgen. Daar is Polter en die doet het heel knap. En zo heeft hij zijn doelpunt binnen. Is groot, is sterk.
muur. Hij krijgt de handen op elkaar in het Fortuna Sittardstadion. Het ziet er niet gevaarlijk uit, maar dan gaat het snel. De inworp genomen, Hansel met een goede voorzet. En Polter doet het veel slimmer dan Chris Koem. Giacoumakis, goed aangeboden en hij is gretig. Kozelev durft hem niet te klemmen. Roemer. Die aanval van VVV is nog altijd levend. En dat levert de 1-1 op. En daar ziet Kozelev er andermaal niet goed uit. En hij heeft zijn eerste dus al binnen. Van Krooi. Hij kan onmogelijk tevreden zijn, Kozelev. Misschien te lastig om te klemmen. Het zekere voor het onzekere nemen. Ja, dat is logisch. Maar hier had Kozelev veel beter moeten reageren. En dat geldt ook voor Rota. Want Van Krooi is echt niet de langste. Maar kan vanaf een meter inkoppen. Dat zal toch ook niet heel vaak gebeuren. Scoren met het hoofd. Het jaar dat VVV promoveerde maakte hij er 14. Ja, daarvoor ook meer dan 10. Dat is wel een speler die een doelpunt kan maken. Post is te laat. Rota. Lekker gecombineerd. En Rota krijgt hem terug. Dan gaat het snel en staat Fortuna alweer op voorsprong. En dat wil hij vieren. Afgelopen zondag jarig geweest. 23 jaar geworden. Lazaros Rota. In goed werk van Seuntjens. En dan is dit natuurlijk knullig. Koem. Erg slordig bij het uitverdedigen. Komt in de knoei met de bal. En dan is Rota daar als de kippen bij. Draai! Hansson probeert daar heel listig Swinnen weg te sturen. Even lopen, alleen lopen. Lindhorst kan meters maken. Heeft Roemer bij zich. Die heeft de alle tijd voor een voorzet. En dan levert dat de 2-2 op, zou je toch zeggen. Het is bijna knap hoe deze bal door Bastiaans naast getrapt wordt. Het doet er allemaal niet zoveel toe, want het is een oefenwedstrijd. Maar dit zijn toch reusachtige kansen die VVV laat liggen. Handig gedaan door Lindhorst. Gonik. Wie reageert hier het slimst? Uiteindelijk VVV. Want Giacoumakis maakte, maar staat buiten spel. Het vlagsignaal liet eventjes op zich wachten. Natuurlijk is hij het er niet mee eens en daar reageert hij volgens goed Grieks emotioneel gebruik op. Is centimeterwerk, hiervoor is de buitenspeltechnologie vooruitgevonden. Aardige actie van Pagonik en legt hem ook goed klaar zeg. En Kozelev met een prima redding. Om de inzet van Lindhorst, prachtige aanval van VVV. Jansen gevopt door zijn ploeggenoot van vorig jaar. Heerlijk teruggetrokken. En Kozelev zit in de goede hoek. Bijzonder verhaal kleeft er aan deze Mike van Bijnen. Via de jeugd van NAC naar Barcelona B. In de kielzog van Frenkie de Jong. Toen naar Gençler Sluglici. Als ik dat zo goed uitspreek in Turkije. Dat is de club van Mats Seuntjens. En nu dus is zit dat neergestreken, Mike van Bijnen. Vooral die transfer naar Barcelona was natuurlijk zeer opmerkelijk. Het gold toch ook niet bepaald als het allergrootste talent uit de opleiding van NAC. Ging mee dankzij de zaakwaarnemer van Frenkie de Jong, zo werd gezegd. Zo werd gesuggereerd. Maar goed, hij is nu bij Fortuna aanwezig. Oostrom fluit dit af. Ik wilde eigenlijk zeggen, laat dit verder gaan. Hij besloot toch anders. Arias. Doe dat handig. Goed ook van Anga. Vang daar het schot van Dekker op. Swinnen. De
Cor. Kom, kom, kom! Smeet. En dan weer Donkor. Arias. Roemer in het midden. Heel veel vrijheid. Oh, dan moet je wel die bal geven. En dat laat Roemer na. Van Dijk stond helemaal in zijn uppie daar. Niemand van Fortuna in zijn buurt. Maar ja, Roemer gaf hem de bal niet. Dan heb je niks aan vrijheid. En dan zit de reguliere speeltijd erop hier in het Fortuna Sittard Stadion. En gaat de fluit naar de mond van Ingmar Oostrom. Het is de 17e keer dat Fortuna en VVV tegen elkaar oefenden. En Fortuna weet deze wedstrijd te winnen. Met dank aan de winnende goal van Lazaros Rota. Hij maakte voor rust al de 2-1. Maar dat Van Krooi en Polter even daarvoor de 1-0 en de 1-1 maakten.